Welkom bij deze uitzending vanuit onze studio in Hartje, Brussel. Ik ben Marie, student journalistiek aan de Erasmus Hogeschool. Vandaag overlopen we de actualiteit van de week. En het is vandaag ook Vrouwendag, Internationale Vrouwendag. En om dat te vieren heb ik mevrouw Meron Knikman naast mij zitten in de studio. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Hallo. Maar voor ik mij tot u richt, gaan we eerst naar de Hallepoort, het metrostation Hallepoort. Want daar hebben de MIVB, het Brusselse Openbaar Vervoersnetwerk en Mobiliteit Brussel, affiches opgehangen, foto's opgehangen van hun werknemers. En die zijn gemaakt door de Franse kunstenares Natacha Mercier. Zij noemde haar werk Nuit Blanche of Slapeloze Nachten. En fait, c'est une commande qui a été faite de Bruxelles Mobilité et de la STIB à moi-même, en fait, qui suis artiste femme. Et donc, c'est une, un travail qui a été commandé pour voir le jour aujourd'hui, demain, pardon, le 8 mars, donc qui est la journée internationale des droits de la femme. Op 8 mars wordt Wereldvrouwendag gevierd. Ter gelegenheid van deze dag zullen overal in Brussel tal van initiatieven plaatsvinden. Een van deze initiatieven zijn de kunstwerken van Natacha Mercier, een Franse kunstenares die aandacht besteedt aan de nachtelijke werkers van de MIVB. Donc c'est un travail qui a été amené en fait à mettre en lumière les métiers de l'ombre et notamment aussi les femmes qui sont aussi incluses dans ces métiers quoi. Brussel Mobiliteit wil meer zichtbaarheid geven aan vrouwen in de openbare ruimte in het algemeen. Een van de manieren om dat te doen is door kunstwerken van vrouwelijke kunstenaars in de metrostations te hangen. Voor Sarah Lin van Amazonehuis, een VZW voor gendergelijkheid, is het alvast een goede zaak. Het is heel fijn dat ze ja, letterlijk in dit geval de vrouwen echt wel in het licht zetten. Toch in een sector waar dat vrouwen vaak minder aanwezig zijn. Dus toch tonen dat zij ook die soort jobs kunnen doen. Bepaalde beroepen worden nog te veel geassocieerd met één gender. Dus heel vaak wordt gedacht dat de nachtelijke metrowerken dat dat een exclusiviteit is voor mannen. Maar we hebben ook heel wat vrouwelijke ingenieurs, projectleiders en arbeiders in dienst. De locatie van de kunstwerken is erg belangrijk. Zo worden er nu in het metrostation van Hallepoort verschillende nieuwe werken tentoongesteld. En het is ook heel belangrijk om ze op een publieke plaats te hangen, de kunstwerken, zodat we er elke dag aan herinnerd worden dat vrouwen evengoed een plaats krijgen in de publieke ruimte. Naast kunstwerken wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook inzetten op Wereldvrouwendag met andere initiatieven. We zorgen er ook voor door bijvoorbeeld namen te geven. De Annie Cordy-tunnel is een nieuwe naam. De Suzanne Danielbrug, dat zijn vrouwennamen voor nieuwe wegen, nieuwe straten. Dag mevrouw Knikman, sinds 2020 bent u voorzitter van de Vrouwenraad. En we zagen net in de reportage dat de medewerkers van de MIVB en Mobiliteit Brussel in de schijnwerpers worden gezet. Hoe belangrijk is het dat een vrouw deze opdracht uitvoert en ze portretteert? Dat is heel belangrijk. Brussel is een groot stad. En misschien ook goed om te vermelden, MIVB die werkt al een aantal jaren rond gendergelijkheid, vrouwenrechten binnen een organisatie. En dat is een super positieve actie die ze doen. Tegelijkertijd weten we ook dat het aantal vrouwen dat effectief binnen de MIVB werkt, is slechts 10%. Dat betekent dat 90% van de medewerkers van de MIVB nog steeds mannen zijn. Dus naar beeldvorming van wie werkte binnen de MIVB en ook naar conducteurs, chauffeurs, beveiligers van de MIVB, controleurs, speelt het wel een hele grote rol natuurlijk als je een campagne doet rond wie werkt bij de MIVB, om daar speciaal aandacht te besteden aan vrouwen. Waardoor ook meisjes, vrouwen kunnen zien van, ah ja, dat beeld bestaat er ook. Dus die beeldvorming maakt heel veel uit. En uiteraard is het belangrijk dat degene die die affiches maakt, die de portretten maakt, ook een vrouw is. Want vrouwen versterken ook vrouwen. Dus ik denk dat het boodschap extra versterkt wordt, net door het feit dat het ook door een vrouw wordt gemaakt. Oké, ja. En het is niet de eerste keer dat deze opdracht wordt uitgevoerd. Vorig jaar in het metrostation Bokstaal vervulde de kunstenares Antea Missie een gelijkaardige opdracht. Mm-hmm. Maar u ziet die impact waar u net over sprak ook effectief in de maatschappij? Goh, dat is moeilijk te peilen natuurlijk. Enkel op basis van kunstwerk op een metrostation of een bepaalde halte.
Wat wel belangrijk is naar beeldvorming, denk ik, naar Brusselaars toe. Want heel veel medewerkers van de MIVB zijn ook Brusselaars. Dat zij zien, ah ja, binnen de MIVB zijn er niet alleen maar mannen. Er werken ook vrouwen. Dus een van de medewerkers van de MIVB bijvoorbeeld, die heel actief is op sociale media. Wat ook niet vaak voorkomt. En die deelt heel veel beelden van hoe haar dag eruit ziet als buschauffeur. Wat ook al anderen aantrekt. Dus die beeldvorming kan wel heel veel doen. En elk jaar probeert MIVB dus een actie te doen waarbij ze op Internationale Vrouwendag vrouwen in de spotlight zetten. Ik denk 2 jaar geleden was het de haltes van een aantal busstations en metrostations veranderen in vrouwennamen. Dat soort acties, het zijn kleine acties, maar het maakt wel veel uit voor de beeldvorming. Het intern andere mensen aanwerven of daarvoor zorgen dat je personeelsbestand er diverser uitziet, dat er meer vrouwen aan de slag gaan, is denk ik nog een moeilijker opdracht. Maar op zijn minst voor de buitenwereld is het een start in ieder geval dat gedaan wordt. Oké. En die opdracht is ook uitgevoerd naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag, 8 maart vandaag. Ja. Hoe belangrijk is het om zo een internationale dag te wijden aan vrouwenrechten? Goh, helaas is het nog altijd nodig. We zijn in 2024. Maar op heel veel vlakken zijn we vooruit gegaan qua rechten, gelukkig maar. Tegelijkertijd, als je ziet op welke vlakken er nog vooruitgang mogelijk is, is dat gigantisch. Als het gaat over zorgberoepen waar voornamelijk vrouwen aan de slag zijn, de waardering daarvan, de verloning daarvan, dat is gewoon nog heel beperkt. Er is nog heel veel verbetering mogelijk. Tijdens COVID was er opeens wel heel veel erkenning, omdat mensen zagen, ah ja, het zijn vrouwen in de zorgsector, het zijn vrouwen die werken in de crèches, het zijn veel vrouwen die werken in onderwijs. Alle sectoren die toen heel cruciaal bleken. Maar er moet natuurlijk al naar verloning, naar waardering wel volgen. Maar ook als het gaat over de loonkloof. Gisteren stond toch een artikel in de Standaard dat die slechts 5% is. Maar dan nog betekent dat wel dat pas vanaf 17 maart vrouwen evenveel verdienen als mannen. Dus wij verdienen pas na het eerste kwartaal van het jaar evenveel als mannen. Ja. Als het gaat over veiligheid op straat en openbare ruimte, je veilig voelen, daar is gigantisch veel werk aan. 90% van de meisjes en vrouwen geven aan, we worden wel eens lastiggevallen. We hebben wel eens te maken gehad met ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn gigantische aantallen. Dus als je over dat soort dingen nadenkt, is het nog altijd cruciaal dat er een internationale vrouwendag wordt besteed aan vrouwenrechten. En vindt u dan ook dat we de goede weg op gaan? Dat het aan het positief, dat er een positieve impact is, dat het in een rechte lijn naar boven gaat? In een aantal gevallen denk ik zeker. Als je ook kijkt naar het aantal vrouwelijke ondernemers bijvoorbeeld, dat stijgt met jaar elk jaar een klein beetje. We zitten nu aan zo'n 30-35%. Als je kijkt naar hoeveel vrouwen afstuderen, hoeveel meisjes afstuderen van scholen, van hogescholen, universiteiten, dat aantal stijgt ook elk jaar. Het probleem zit een beetje in daarna. Werk wordt heel vaak gezien als iets emancipatorisch, dat is het ook. Maar als je niet gelijk verloond wordt, als je niet evenveel betaald wordt, als de waardering voor het werk dat je doet niet hetzelfde is, dan gaat dat natuurlijk ten koste van dat emanciperend effect. Van het zelfstandig kunnen zijn, onafhankelijk kunnen zijn als vrouw, niet afhankelijk van een partner. Dus dat gaat een beetje ten koste daarvan. Dus ik denk op een aantal vlakken gaan we vooruit. Op andere vlakken, heel veel vlakken helaas, is er echt nogal heel veel winst te behalen. Maar ik heb ook wel vertrouwen in de nieuwe generatie, de jongere generatie, vrouwen, meisjes, jongens, dat daar nog heel veel mogelijk is. En je ziet ook uit onderzoek dat meisjes ook best wel progressief zijn. Maar ik denk dat het ook belangrijk daarin is, heel vaak wordt gefocust enkel op vrouwen en op meisjes. Terwijl feminisme is ook een zaak van mannen. Het is ook voor mannen, als het enkel een issue is van vrouwen, dan wordt ook vaak gezien van, ah ja, wij mannen hebben er niks mee te maken. Dat is jullie ding, zoek het uit. Terwijl het ook impact heeft op mannen, want heel veel mannen willen vooral ook, als ze een kind krijgen bijvoorbeeld, ook thuis kunnen blijven met hun kind. Dat is nu slechts beperkt tot 20 dagen. Heel veel mannen willen ook kunnen werken in een zorgberoep, maar als dat stereotype beeld bestaat, dan is dat ook niet per se heel aantrekkelijk. Zeker niet als het niet goed verloond wordt. Als het gaat over grensoverschrijdend gedrag, ook heel veel jongens en mannen hebben daarmee te maken. Maar dat soort dingen zijn niet bespreekbaar, omdat dat niet het beeld is dat we hebben dat er ook mogelijk is bij jongens en mannen, terwijl het hen ook treft. Dus het is ook super belangrijk in onze visie vanuit de Vrouwenraad dat ook mannen, jongens erbij worden betrokken. Want het gaat ook over hun welzijn en hun, ook hun rechten die eigenlijk gewoon niet worden gewaarborgd momenteel, omdat het wordt gezien als een vrouwenzaak of een meisjeszaak. Ja. Dus de dubbele standaard is er eigenlijk een beetje in beide richtingen. Ja, inderdaad. Oké. En ik vermoed dat de planning vandaag redelijk volgeboekt is. Welke acties voert de Vrouwenraad al uit vandaag?
We zitten verspreid in een aantal steden. In Gent zijn er, in Gent, Antwerpen, in Brussel zijn er speeches, zijn er concerten en is er uiteraard de mars, dus de manifestatie. In Brussel zal die uiteindelijk het grootste zijn, zoals elk jaar. Aan de Albertinaplein, dichtbij het Centraal Station, is er ook een standjesmarkt waar je ook allerlei organisaties kan bezoeken, waar je informatie kan krijgen over wat zij doen. Er is in Antwerpen ook een cultureel traject eraan gekoppeld. Okay. Er is echt van alles te doen vandaag, dus het is ook een beetje kiezen van waar ga je heen. Maar we zijn vooral heel blij met de opkomst zoals elk jaar. En vandaag is het gelukkig ook super mooi weer, wat ook helpt in de opkomst dus. Oké, super. Ja. Geen tijd om ons te vervelen, nee, zeker. Fijn dat u bij ons in de studio wou zitten, mevrouw Knikman. Veel succes nog en een fijne dag toe. Dank je wel. En wij blijven nog even bij de vrouwen, want uit cijfers van Unizo, de Unie voor Zelfstandige Ondernemers, blijkt dat de voorbije 5 jaar het aantal zelfstandige ondernemers met 20% gestegen is, bij de vrouwen dan. En wij gaan langs bij 3 vrouwelijke ondernemers. Ja, ik vind zo auto's en zo vind ik ook wel interessant. En dat zou mij ook wel leuk lijken om zo een eigen autosalon voor auto's te verkopen, te openen. Maar dat zie ik nu niet direct lukken als vrouw. Alleen je ziet in de autosector toch veel meer mannen dan vrouwen. Dus we zijn dan toch maar voor kapsteren gegaan. Uit cijfers van Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, blijkt dat op 5 jaar tijd het aantal vrouwelijke ondernemers met zo'n 20% steeg. Dat is al een hele vooruitgang, maar nog steeds zijn ze met minder dan hun mannelijke collega's. Wij gingen langs bij enkele straffe vrouwen die hun eigen zaak hebben. Ik heb eerst volwassen onderwijs gedaan voor kapster en dan ben ik eigenlijk direct zelfstandig in bijberoep geworden, omdat ik al iets wou opbouwen. En voor de rest, ja, er gewoon ingesprongen eigenlijk. Dus... Ik heb op 16-jarige leeftijd mijn eigen kledingmerk opgericht, Palissa. Dat draait eigenlijk allemaal om positiviteit, creativiteit en duurzaamheid. We maken eigenlijk zelf designs met eigenlijk positieve boodschappen in verwerkt. En deze bedrukken wij dan zelf op kleding, zoals bijvoorbeeld truien, maar ook t-shirts en totebags en zo. Volgens Vrouwennet, een netwerk van ondernemende vrouwen en een partner van Unizo, zijn er ondanks de stijging nog steeds te weinig vrouwelijke ondernemers. Het is eigenlijk zo dat het ongeveer van alle zelfstandige ondernemers, dat ongeveer 35% daarvan vrouw zijn. Dus dat is toch nog een beetje naar ons gevoel nog een beetje te weinig. Hè? Wat je niet ziet, dat kun je ook niet worden. Hè? Dus het is belangrijk dat andere vrouwen, hè, voorbeelden zien van sterke, straffe vrouwelijke onderneemsters, zodanig dat ze zich daar kunnen aan spiegelen eigenlijk en dat het hen eigenlijk ook kan sterken in hun idee van oké, dat kan ik ook worden als ik mij daar voor inzet en als ik daar hard voor werk eigenlijk. Een voorbeeld van zo'n sterke, straffe ondernemer is Sarah Renson. Ze werkt zelf als zelfstandig patissier en is dit jaar een van de ambassadrices van Unizo. Ik heb gewoon zoiets van, ik wil ondernemen, of ik nu een man of een vrouw ben. Eigenlijk voor mij, ja, zit ik daar niet zo mee in. Ik denk gewoon, als je zelf je ding doet en daar niet veel bij stilstaat, van, oh, ik ben een vrouw, kan ik dit wel of dit of dat? Gewoon je eigen ding doen. En ik denk dan dat alles wel vanzelf gaat. Vrouwen merken een groot verschil met hun mannelijke collega's, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap en in hun gezinsleven. Ik ben 9 maanden geleden bevallen en dan de zwangerschap erbij. En toen heb ik echt wel gemerkt dat je die tijd ja, toch een andere persoon bent. En dat je echt dan moet zien dat je wat meer rust. Dat je 3 maanden een beetje moet recupereren en een beetje daar... Dan staat het er helemaal anders tegenover. Dus ik ben er wel van overtuigd dat het voor mannen makkelijker is om ja, gewoon constant te blijven werken en constant te blijven knallen. Een onderneemster die een eigen winkel heeft. Die winkel die is op zaterdag open, bijvoorbeeld. Die winkel is op bepaalde dagen van de week, gaat die maar om 6:30 s'avonds dicht. Wel, je merkt dan toch wel dat veel crèches of onthaalmoeders daar nog niet op ingesteld zijn. Hè? De ondernemers van de toekomst voelen zich niet tegengehouden door hun gender. Ja, ik denk dat er toch meer vrouwelijke kapsters zijn dan mannelijke. Pas op de barbiers tegenwoordig, die komen natuurlijk wel in volle
volle optocht. Die zijn momenteel heel bekend. Ik vind het superleuk dat er steeds meer vrouwelijke ondernemers er zijn. Want ik denk dat ondernemen vroeger dan toch wel heel hard werd gezien als iets dat alleen mannen deden. Dus ik vind dat heel leuk en motiverend om te zien dat er eigenlijk ook steeds meer vrouwen dat doen. Intussen is mijn co-presentator Yannick erbij komen zitten. Yannick, jij hebt een Belgisch primeur mee. Inderdaad, Marie. In Halle test supermarktketen Koolruid haar eerste slimme winkelkar uit. In België hebben we er nu zo 3 exemplaren, maar Koolruid Groep ziet er een grote toekomst in. Koolruid zet een stap vooruit in de technologische evolutie. Vandaag introduceert de Belgische supermarktketen in haar filiaal in Halle een slimme winkelkar. Dat is een kar die we bij Koolruid zelf ontwikkeld hebben. De klant doet thuis, maakt een boodschappenlijstje. Dat boodschappenlijstje komt op de kar te staan. De producten staan in volgorde, je kunt komen winkelen. Je legt de producten in de kar, de producten worden geregistreerd en achteraf kan je ook betalen met de kar en naar buiten. Dus je hebt geen kassa meer nodig. We nemen die fles, we scannen die in. We zetten die in de winkelkar. En de kar registreert het gewicht en op dit moment is hij aan het lijstje toegevoegd. En gaan we naar het volgende artikel op het lijstje, de Baudoir de Luc koekjes. Het is de eerste kar, we gaan dat nu beginnen testen. Vanaf morgen gaan medewerkers met de kar spelen, gaan daarmee beginnen bijleren. En dan gaan we wel kijken hoe ver we uitrollen. We geloven daar sterk in, maar de tijd zal leren hoeveel karren we zullen gaan ontwikkelen. Koolruid Groep is enthousiast over de nieuwe winkelkar. Maar wat vinden de klanten ervan? Waarom niet? Als het ons leven kan vergemakkelijken, als het sneller kan gaan, waarom niet? Allee, als mijn kind nog maar in dat kerk kan gaan, dan is het voor mij oké. Soms moeten we bij de kassa zo'n 30, niet 30 minuten, maar zo echt wel lang. En dat is een beetje tijdsverspilling. Ik wil wel meegaan, maar ik weet ook niet binnen 20, 30 jaar of dat ik ook nog mee met de nieuwste technologie dan kan meegaan. De slimme winkelkar roept vragen op over hoe noodzakelijk het personeel dan wordt. Het is zeker niet zo dat die kar alle kassa's zal vervangen. We geloven nog altijd dat bij Koolruid de gewone kassa de grote meerderheid zal blijven. Maar we geloven wel dat heel wat klanten geïnteresseerd gaan zijn extra om deze kar te gaan gebruiken. De slimme winkelkar, een echte primeur dus. En nu keren we terug naar de schoolbanken. En dat nog wel in schooluniform. Marie. Ja, dat kan vandaag nog maar in een 20-tal Vlaamse middelbare scholen. Steeds meer scholen schaffen de typische kledij af, maar in Stella Matutina in Michelbeke en Sint-Bavo in Gent blijven de leerlingen er wel echt fier op. Van die geklede broeken en plooirokken tot polo's, overhemden en stropdassen. Allemaal zijn het voorbeelden van uniformen die al decennia lang wereldwijd te zien zijn in scholen. Maar daarvan hangen er steeds meer hun traditionele uniformen aan de haak. Zo zijn er in ons land slechts een handvol scholen die nog een strikt uniform hebben. En daar is instituut Stella Matutina er één van. 20 jaar geleden was onze school ook een uniformschool, maar toen was het allemaal dezelfde blauwe kledij. Men is rond de jaren 2010 overgeschakeld naar een kleurencode uniform. Dan mocht elke leerling alle kleuren tussen wit en blauw tinten dragen. En na verloop is het dan uiteindelijk ook afgeschaft geweest. Men dacht inderdaad dat er meer inschrijvingen zouden komen naarmate dat het uniform er niet meer was. In 2020 hebben wij beslist om terug over te gaan naar een uniformschool. En toen hebben wij gekozen voor alle tinten tussen beige en bruin. Over dat laatste waren de meningen sterk verdeeld. Ik vind niet dat de kleur bruin bij onze school past, want het logo is groen en blauw. Dus dan vind ik het logischer dat we een blauw of een groen uniform of een combinatie zouden hebben van die kleuren in plaats van bruin. Wat vind je van de kleuren? Niet zo mooi. Ik zou liever zoiets lekblauw of zo hebben. Ja, ik vind het dan echt niet mooi, maar je bent er wel aan. Maar van waar komen deze uniformen nu? Het idee komt een beetje voort uit hoe vroeger naar onderwijs werd gekeken, namelijk als een soort machine waaruit zoveel mogelijk dezelfde productjes moesten komen en alle storende factoren moesten zoveel mogelijk weg.
En een storende factor kon bijvoorbeeld kledij zijn of verschillende soorten kledij enzovoort. Dus als we iedereen al hetzelfde aandoen, dan zijn we daar al vanaf. En kunnen we zorgen dat iedereen zo gelijk mogelijk uit dat onderwijs komt. Uniformen waren vroeger dus een manier om een soort van eenheid onder de leerlingen te creëren. In het Sint-Bavo Humaniora in Gent zijn ze het daar de dag van vandaag nog steeds mee eens. Het uniform afschaffen is voor hun geen optie. Wat ik van het uniform vind, is ik vind het een heel goed concept, omdat het is heel uniek en het geeft echt je eigen identiteit. Want als je nu met de school op uitstap gaat en er zijn nu mensen die je zien in je uniform, dan zeggen ze, dat is een leerling van Sint-Bavo. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet nodig is, want ik vind dat iets unieks aan je school. Van, Sint-Bavo de groentjes of Sint-Pieters de blauwtjes. Ik vind dat heel uniek en ik vind het ook persoonlijk heel jammer als ze dat doen. Want misschien komen mensen gewoon puur voor dat uniform, zoals mij. Ik zou dat op zich niet doen. Het is gewoon een unieke persoonlijkheid aan je school en ik zou dat wel niet doen. Ik vind het goed zoals nu, als het gaat veranderen, gaat er dan weer een serie zijn van hij doet dat aan en ik doe dit aan. En dan, dat is veel makkelijker nu dat iedereen gewoon hetzelfde is. Je gaat zeker een gemeenschappelijk gevoel creëren bij de leerlingen. Ze gaan een zekere fierheid hebben op hun school. Ze worden zeker onmiddellijk ook aangeduid hier in Sint-Bavo, worden ze aangeduid als zijnde de groentjes. Hè. Dat versterkt zeker de identiteit voor de leerlingen. Ze hebben het gevoel van erbij te horen. En dat is toch hetgeen dat de jeugd nodig heeft. Ze willen allemaal zich aligneren bij bepaalde groepen. En dat ga je trouwens merken als er op scholen waar dat er geen schooluniform is, ga je merken dat jongeren ook bepaalde kledij dragen om zich te aligneren bij bepaalde groepen. En dikwijls is dat dan merkkledij, veel duurder en ook veel moeilijker om u aan te sluiten bij die groepen. Maar het uniform speelt ook nog een andere belangrijke rol. Wel, dat is hetgeen waar we toch heel erg op inzetten. Op een duurzame productie, kleding die lang kan gedragen worden, jaar in, jaar uit, maar ook jaar na jaar. Het is echt het logische antwoord op de fast fashion problematiek die er is. Ten tweede, de fast fashion komt ook altijd uit landen zoals Bangladesh of het Verre Oosten, waar dat er niet zo nauw genomen wordt met milieuvoorschriften en zeker met arbeidsomstandigheden. En eigenlijk is dat wel belangrijk, want scholen hebben ook wel een opvoedfunctie naar de leerlingen. En het is belangrijk van een keer stil te staan bij die fast fashion problematiek met wegwerpkledij en zo. Het is eigenlijk het logische antwoord daarop. Ja, voor de leerlingen van Sint-Bavo is het duidelijk. Van het uniform blijf je af. Goed nieuws voor de vegetariërs, want plantaardig eten wordt steeds populairder en vooral ook goedkoper. Het prijsverschil tussen plantaardig en dierlijk voedsel wordt alsmaar kleiner. Dat blijkt uit onderzoek van Provig, een internationale organisatie die zich inzet voor plantaardig voedsel. Bond Beter Leefmilieu is enthousiast over deze ontwikkeling. Er zijn veel verschillende redenen waarom dat die kloof eigenlijk steeds kleiner wordt en zelfs vaak positief gaat uitvallen voor de plantaardige voeding. Het is een markt die nieuw is, dus vaak is het iets dat in het begin een beetje niche is, dat het automatisch een beetje duurder is. Dus ook misschien wat duurder voor de producent om het te maken in kleine hoeveelheden ten opzichte van een grote markt. Maar er is ook gewoon meer concurrentie gekomen. Veel meer merken en supermarkten die er zich op gaan profileren, die er mee bezig zijn. En daardoor wordt het ook allemaal automatisch een beetje goedkoper. Dus daar zien we echt wel een evolutie. De kloof wordt kleiner. Maar wat vindt de consument ervan? Ja, dat is fantastisch. Dat is ook een stuk beter voor het milieu, denk ik. Dus sowieso als eten goedkoper wordt, ben ik altijd wel fan van. Dat is wel goed. Dat is zo inclusiever. En ze verdienen dat wel, denk ik. Om voor dezelfde prijzen op hun eigen manier te eten. Ik vind dat helemaal niet slecht. Ik zou het wel jammer vinden als daardoor
dierlijke varianten duurder zouden worden. Maar dat de plantaardige varianten goedkoper worden, vind ik wel maar positief, denk ik. Ik vind het goed dat dat goedkoper wordt voor mensen die daar interesse in hebben, want zo kunnen ze daar meer kopen. En ook de mensen die dat nooit hebben gekocht, maar twijfelden, gaan ze nu misschien de keuze toch maken. Maar mij persoonlijk zet het me nog steeds niet aan om plantaardig eten te eten, om te kopen. De maand maart is het ideale moment om eens een maand lang te proberen om meer plantaardig te gaan eten. Provig heeft daar een hele leuke app ook voor ontwikkeld. En ja, het is gewoon een leuke uitdaging. Om af te sluiten trekken we naar het stadion van Anderlecht. Want daar vond gisteren een belangrijke voetbalmatch plaats. Toch, Marie? Inderdaad, Jannik. Gisteren speelde de Brusselse voetbalclub Union Saint-Gilloise tegen het Turkse Fenerbahçe. Zo'n match vraagt om degelijke maatregelen. Wij vroegen aan politiezone Zuid hoe ze zich voorbereiden op de komst van de supporters. Vanavond is de match Union Fenerbahçe in de Europa Conference League. Fenerbahçe is een grote clubnaam uit Turkije. Veel Turken en Belgen met Turkse roots zakken vanavond dan ook af naar Anderlecht om de topper in het stadion te bekijken. Ook Akif reisde voor de match helemaal vanuit Istanbul. No, I just came from Istanbul by myself, but I met my high school friend here from Paris, and thank you, those two friends from Germany, Köln, and we met here. Omdat er voor de match zo'n grote opkomst wordt verwacht, heeft de politie zich goed voorbereid. Donc en effet, on attend 1200 supporters turcs et environ 7 à 8000 supporters belges. C'est une rencontre quand même internationale. Qui dit rencontre internationale dit risque potentiel. C'est pour ça qu'on a prévu des policiers en nombre suffisant dedans et aux abords du stade. Nous savons également que la communauté turque ramène un grand nombre de supporters aussi bien en Belgique que dans nos pays voisins, ce qui peut évidemment créer un grand rassemblement. De supporters van Fenerbahçe zijn duidelijk geëngageerd. Sommigen reizen zelfs het hele Europese continent af om alle matchen te volgen. This year I travel every away game for the Fenerbahçe. It's like my passion, I can say. I love to be in this atmosphere and also for the game. I like this feeling. Bij de matchen worden tegenwoordig ook vaak illegale tickets verkocht. Supporters met een stadionverbod proberen onder valse namen zo toch binnen te raken. La police de la zone midi va clairement faire attention à la vente illégale de tickets. Ça, c'est quelque chose à laquelle on va faire attention. Et également à l'adéquation entre le nom de l'acheteur et la personne présente sur place. En zo komt deze uitzending tot een einde. Net zoals onze opleiding aan de Erasmus Hogeschool. Want wij studeren binnenkort af. Al onze reportages zijn te vinden op erasmix.be. Dank u wel voor het kijken en graag tot een andere keer.